Tell me, wanneer ben je ISIS Dit zijn beelden van de omstreden Indiase film The Kerala Story. De film was in ons land bijna nergens te zien, behalve in Utrecht en in deze bioscoop in Eindhoven. Die heeft de film nu uit het programma gehaald. Medewerkers daarvan werden namelijk lastig gevallen. We zijn 48 7 christian en de rest de film gaat over drie moslima's uit de Indiase staat Kerala. Zij bekeren zich tot de Islam en daarna sluiten zij zich aan bij IS. Tegenstanders van de film vinden dat de Kerala-story een te versimpeld beeld geeft van hoe de vrouwen zich aansluiten bij IS. Ze spreken over moslimhaat en dat heeft er al voor gezorgd dat de film eerder uit de bioscoop werd gehaald in Utrecht. Vanaf het moment dat Geert Wilders hoorde. Dat de film niet meer draaide in de Kinopolis in Utrecht. zei dat de film nog wel in Eindhoven draaide, in lab 1. En vanaf dat moment stroomden de negatieve berichten. en zelfs intimiderende berichten. binnen bij de bioscoop in Eindhoven. En het ging zelfs zo ver dat medewerkers persoonlijk via WhatsApp. benaderd werden door tegenstanders van de film. En op dat moment zeiden de eigenaren van de bioscoop: Dit gaat te ver, wij verkopen geen kaartjes meer.